about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en ik heb eindelijk mijn bullet journal video voor april voor jullie. Mijn excuses dat hij zo laat online is gekomen. Ik had jullie beloofd om hem echt ruim van tevoren te uploaden voordat de nieuwe maand begint. Maar maart was gewoon een hele hectische maand voor mij. Dat ik gewoon eigenlijk geen moment kon vinden om aan mijn bullet journal te zitten. Maar ik dacht, ja, beter te laat dan niet. Ik hoop dat jullie het toch leuk vinden en dat jullie er nog wat aan hebben. En mocht je toevallig nog niet aan je bullet journal voor april zijn begonnen, pak dan je bullet journal erbij en dan kunnen we samen lekker creatief bezig zijn. Deze maand heb ik ervoor gekozen om het iets anders aan te gaan pakken. Voorgaande maand heb ik alleen maar getekend. Maar nu heb ik ervoor gekozen om het wat scrapbook-achtig te gaan maken. Ik ben er gewoon mee aan het experimenteren. En ik moet je zeggen dat ik er best wel enthousiast over ben. Het is nog steeds easy peasy. We weten allemaal dat we niet van moeilijk doen houden. Dus ja, ik ben heel excited om dit met jullie te gaan delen. Doe alvast dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel gaan beginnen met mijn bullet journal. Laten we zoals altijd gaan beginnen met de voorpagina. En voor deze voorpagina heb ik een aantal dingetjes uitgeprint. Als eerst een tropisch achtergrond met allemaal bladeren erop. En ik weet nu al dat ik de vraag krijg hoe ik hieraan kom. Ik heb op Google gewoon gezocht naar palm leaves of zo, iets in die richting. En toen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, ja, deze is wel cute voor in mijn bullet journal. En daarop heb ik een foto van Aspen overgeplakt. En de reden waarom ik deze foto heb gekozen is omdat ik hier ook naartoe wil. Dit is namelijk de Bali Swing op Bali. En waarschijnlijk vraag je je ook af waarom ik op dit moment voor een tropisch thema heb gekozen. Nou, ik ga in de maand april naar Indonesië. En om het nog wat leuker te maken heb ik een beetje washi tape erop geplakt. Zowel op de foto als aan de onderkant van de pagina. En natuurlijk moet het duidelijk zijn voor welke maand deze pagina is. Vandaar dat kleine papiertje met april erop. Dan gaan we verder naar de volgende pagina. En dit wordt mijn highlights of the month pagina. Ik vind dat gewoon veel leuker in het Engels klinken dan in het Nederlands. Maar het hele idee van deze pagina is dat ik mijn belangrijke momenten van de maand hierop ga schrijven. Namelijk mijn vakantie naar Indonesië. De Dutch YouTube Gathering 2018. Ja, dat is ook in april trouwens. Mocht je niet weten wat de Dutch YouTube Gathering is. De Dutch YouTube Gathering is een jaarlijks evenement waarbij YouTubers en fans bij elkaar komen. En ik ga er echt al jaren heen. En dit jaar ben ik er ook bij. Dus mocht je mij willen ontmoeten op de Dutch YouTube Gathering, het zal dit jaar op 21 en 22 april in de jaarbeurs in Utrecht plaatsvinden. Ik zal wel even een linkje van de Dutch YouTube Gathering hieronder in de beschrijving zetten. Deze video is niet door hen gesponsord, maar het is wel even leuke informatie om te delen. Maar ja, terug naar deze pagina. Deze pagina zal gewoon een overzicht worden van mijn belangrijkste en leukste momenten van de maand. Dan gaan we verder naar de pagina die ernaast zit. En dit wordt mijn to-do-lijst voor mijn trip in Indonesië. Ik ga sowieso naar familie toe. Maar ik wil ook nog op zoek gaan naar bepaalde plekken die ik nog nooit heb bezocht. Misschien winkeltjes, tentjes, noem het maar op. En dat wil ik allemaal op deze pagina gaan neerzetten. Deze pagina heb ik opgelukt met washi tape. En je ziet dat ik in deze video maar één soort washi tape gebruik. Ik vond het wel bij de sfeer passen. En ook op deze pagina heb ik een foto van Aspen Ovard gebruikt. Deze is ook op Bali gemaakt. Ja, ik vond het wel allemaal toepasselijk. I'm about to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. To a place where we don't know. En dan komen we bij mijn maandoverzicht. Ik heb het deze maand, zoals je al hebt gemerkt, het heel anders aangepakt dan de voorgaande maanden. Maar dat vind ik gewoon leuk. Op de eerste pagina van mijn maandoverzicht zie je dat ik weer mijn tropische achtergrond heb gebruikt. En daarop heb ik een klein strookje geplakt met april erop. Daaronder heb ik vervolgens de maand uitgewerkt. Dus welke datum op welke dag valt. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. En helemaal daaronder heb ik ruimte gemaakt voor random notities. Dingen die ik nog wil onthouden.
of iets wat in me opkomt. Het kan van alles zijn, ik heb er gewoon plek voor gemaakt. En om de pagina een beetje op te leuken heb ik een palmboom gemaakt. En ik wist even niet meer hoe ik een palmboom moest tekenen, dus ik heb gegoogeld hoe dat moest. En het is op zich best wel goed gelukt. Het kan altijd beter, maar het ziet er wel cute uit. Dan de pagina ernaast. En dit wordt letterlijk mijn maandoverzicht. Hier schrijf ik al mijn belangrijke afspraken op. Die ik denk niet echt deze maand zal hebben. Ofwel, I don't know. Het is niet een hele bijzondere pagina. Een beetje saai. Door de washi tape wordt het wel wat opgeleukt. Maar ik dacht, ik hou het gewoon clean. En dan hebben we onze welbekende One Line a Day pagina. Ik laat deze iedere maand weer terugkomen. Ik moet je eerlijk toegeven dat ik niet altijd netjes elke dag een zinnetje opschrijf. Maar ik probeer het wel en ik geef niet op. Want ik vind het gewoon leuk om dingen terug te lezen. Dus ja, de One Line a Day pagina. En onderop heb ik, as always, weer een potlood gemaakt. Alleen dit keer heb ik het in de tropische vibe gedaan. Wat zijn nou tropisch? Tropische vibe. We'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. De pagina ernaast zal mijn shopping wishlist zijn. Ik kwam er opeens op, want ik heb echt een aantal dingetjes die ik graag zou willen hebben. En ik vond het gewoon fijn om zo'n pagina in mijn bullet journal toe te voegen. Dus ja, dit. Wordt het eindelijk tijd voor mijn agenda. En deze maand heb ik mijn agenda ook weer anders ingedeeld. Ook helemaal omdat ik op vakantie ga en ik eigenlijk niet echt een agenda nodig heb. Maar ik wilde hem toch voor jullie maken. Bovenin zie je weer mijn tropische achtergrond. En daarop heb ik een strookje gemaakt met agenda erop. En daaronder heb ik de dagen netjes verdeeld. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en weekend. Ik heb ervoor gekozen om zaterdag en zondag niet apart neer te zetten, want het kwam veel minder mooi uit. Vandaar dat ik het gewoon weekend heb genoemd. En onder elke dag heb ik 4 bolletjes neergezet, zodat ik daar al mijn afspraken, to-do dingen neer kan zetten. De ene keer heb ik meer ruimte nodig dan de andere keer, maar ik denk dat voor nu dit wel voldoende is. Anders kan ik het altijd nog ergens anders opschrijven. En op de pagina daarnaast heb ik ruimte gemaakt voor reminders. Want ik ben vergeetachtig als wat. En ik vind het gewoon fijn om ergens al mijn dingen op te schrijven die ik niet moet vergeten. Vandaar deze pagina. En aan de onderkant heb ik een hele mooie foto die ook op Bali is gemaakt. Alleen ik heb geen idee van wie die foto is. Ik kwam hem op Google tegen en ik vond hem wel heel erg mooi. En ik wil eigenlijk ook dat plekje bezoeken in Bali. Ik weet niet precies hoe het heet. Ik ga het nog even googlen. Maar het is mooi. En fotowaardig. En dat was alweer mijn bullet journal voor april. Het is niet heel spectaculair. Ik heb niet heel veel doodles gemaakt. Maar dat is eigenlijk niet. Ik heb alleen maar een palmboom als doodle gemaakt. Maar oké. Okay. Ik vond het wel wat hebben. Ik denk dat ik vaker een beetje een scrapbook-achtige bullet journal ga maken. Want ik vind het gewoon leuker om te plakken dan om te tekenen. Want ik ben niet echt een teken-expert. Doodles zijn wel leuk, maar ik vind dit gewoon meer Sabrina. Ja, ik ben er gewoon achter gekomen wat ik wil. En daar ben ik heel erg blij om. Ik hoop dat ik jullie met deze video toch wat inspiratie heb kunnen geven. Laat vooral hieronder in de reacties achter of jij een bullet journal hebt. Of een ander soort boek. Of het nou een scrapbook is, een art journal of wat dan ook. Ik ben daar best wel benieuwd naar. Mocht je nog tips voor mij of voor iemand anders hebben, laat het dan ook hieronder in de reacties achter. Want wie weet kunnen we elkaar helpen. Ik heb super veel zin in mijn vakantie naar Indonesië. Mocht je daar video's over willen zien, hou dan mijn vlogkanaal in de gaten. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei! About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.